Ik heb 2 zakken met broodjes weer mee. Nou, dat is 1,50. Samen, hè? Samen 1,50. Neem je er eentje, is 99 cent. Een hele goede middag. Ja, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn vandaag alweer op vrijdag aanbeland en het is de 12e van de 15e. En het, dat is mijn tijd. Het is de 19e. Ik ben een beetje in de war. Ja. En de tijd is 12:12. Mijn horloge is best voor, zie ik nou op mijn telefoon vergeleken. De telefoon heeft het 12:12. En mijn horloge heeft het 16:12. Nou, dan ben ik tenminste overal op tijd, vind je ook niet? Ja. En de zon die scheen en de lucht was blauw, maar ik weet het niet. Ik heb mijn zonnescherm naar beneden, de lucht is ook wel scherp. Maar ik weet het niet, nee. Ik krijg vandaag huishoudelijke hulp. Maar het kan een Jolanda wezen. Maar het kan ook een Claudia wezen. Ja, dat mijn eigenste komt. Maar ja, ze is van de trap afgevallen, dus het is maar de vraag. Ik heb nou niks van haarzelf weer vernomen. Maar het komt allemaal wel weer goed. Als ik maar hulp krijg, vind ik alles best. Enkel, ja, ik heb liever mijn eigenste, hè, Claudia, dan een ander. Maar ja, dat hou je toch. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik weet niet wat de dag verder ons brengen gaat. Ik moet wel ook vanmiddag boodschappen doen als de huishoudelijke hulp weer weg is. Want dat heb ik gisteren niet gedaan. En als de huishoudelijke hulp hier is, mijn computer staat nog aan, ga ik mijn bureau en dat gedeelte schoonmaken. Ja, want dat ziet er niet uit. En ik ben ook bezig geweest met opruimen, ja, dat... ik wil eigenlijk die elektrische doos met al die elektriciteitsspullen wil ik weg hebben naar boven toe. Het moet eigenlijk in de kast, maar ik geen ruimte voor nog. Moet ik ook nog op zien te ruimen. En alle beetjes komen vanzelf, zal ik zo zeggen. Maar als dat daar is opgeruimd, dan kan die statief met de lampen daar naartoe. Ja. Dan staat dat niet zo voor die eurentjes en mijn mooie beeldjes die van mijn mannetjes waren. Ja, dat vind ik een beetje zonde. Maar oké, het komt allemaal wel goed. Het heeft enkel tijd nodig. En in Rome en Keulen en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. Nee. Dat hebben ze ook langer over gedaan, maar je best kan het wel in één dag ondersteboven legt. Als er al oorlog ook daar enzovoort gaan uitbreken en dat ze daarover vliegen met een bommenwerper, nou ja, dan ben je ook nergens meer, nee. Maar daar hebben we het nou niet over, we gaan het vrolijk houden, ja. Maar het is wel een feit dat waar is. He, dan ben je zomaar van de aardbodem weggevaagd. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik toch beetje per beetje aan het opruimen ben. Al zien jullie er niks van, ik zie er zelf wel wat van, weet je. Dus ja, het komt allemaal wel goed. Terzijdertijd, ook mijn eettafel is netjes. Ja, oké, Merie, er gipsbeen ligt er nog op. Maar daar moet ik mee aan de gang wanneer ik... Ook daar tijd voor heb, dat is net zo verder met die euren van Eeuwen, moet ik ook nog mee verder. En ik ben op zoek naar een stokje voor mijn tovenaar die aan de lamp hangt. Maar ja, dat moet je ook maar vinden, je moet de juiste maat hebben, die door dat handje heen kan. Maar ja, dan moet je hem meenemen. Ja, ik zie hem al lopen. Nee, doe hem niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon weer van je dag. Doet me lachen, doe ik ook. En geniet ook gezellig weer met ons mee. Ik zou zeggen, tot later.
Ja, toen was die weg. Potverdikkie. Nou, dat is niet leuk. Nee. Dan had het kennelijk door dat ik het vlammen was. Hoe weet. Ja, lieve vrienden, daar benen we weer eventjes. Ja, ik heb alles samen met mijn huishoudelijke hulp schoongemaakt. Ik heb mijn bureau en waar die andere spullen staan, die urentjes, heb ik helemaal schoongemaakt. De huishoudelijke hulp heeft mijn keukenraam aan de binnenkant schoongemaakt en een valletje opgehangen ook. Ze heeft alle stofragen aan het plafond weggehaald en ze heeft gezogen, etc. En ik ben bezig geweest met stoffen ook, dus ja. Ik ben er weer blij mee, ook heb ik die elektriciteitsdoos in de kast weten te krijgen. En ik heb nou die statief met die lampen weggehaald. Ja, echt waar. Dan moet ik jullie weer omzien te draaien. Ja, hoe doen we dat? Ja, weet jij het, weet ik het. Ja, nou, hou je lullen zo. Even het raampje weer draaien voor mij, dat ik wat zie. Zo. Nou, dat dacht ik toch allemaal netjes. En de lamp die staat nou dus daar. Met de naaispullen eronder. Dus die staat niet meer hier. Dat stond gewoon daarboven, weet je wel. Nou, alles weer keurig, netjes en schoon. Ja, die tas gaat zo mee, die achter de beeldscherm ligt. Want ik ga boodschapjes doen. Ja, ook dat moet. Ik moet enkel nog dit naar boven brengen. Vitrage. Dat is vuil, dat moet in de was. Dat is schoon, dat gaat weer in de kast. Dus ja, dat dus. Dus ik ben echt druk bezig. Waar zijn ze allemaal? Oh, daar ligt er één. Kiekeboe. En daar ligt er één. Kiekeboe. Nou ja, in ieder geval al dat dus. Maar in ieder geval, ik ga jullie weer proberen om te draaien. Nu moet ik even zien hoe ik dat ook alweer heb. Dat gaat allemaal bij mij heel moeilijk. Zo, daar ben ik weer. Ja, dan moet ik zo even. Zo, nou, ben ik er weer, ja. Dus ik ga even boodschappen. Ik hoef niet echt veel. Ik heb ook daar nog geen geld voor. Eerst weer geld binnenkomen. Maar ik moet even vanmorgen worst halen en even een gebakje halen en ik moet even brood erbij halen. Ik heb nog één pak bolletjes in de vriezer, maar ik moet even, ja, toch even erbij halen, ja toch? Ja. En voor de rest zien we wel wanneer we er weer, ja, andere week heb ik wel weer geld en dan gaan we boodschappjes doen verder, ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon genieten van alles wat jullie doen, maar ook zeker wat wij doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb weer boodschappen in huis. Ik heb net koffie gemaakt, moet de boodschappen nog opruimen. Maar in ieder geval, ja, ik heb het meer het een en het ander gehaald. Uiteraard heb ik ook even een bounty van me weten te bemachtigen. Ja, die eten we zo meteen ook lekker op. Ik heb twee zakken met broodjes weer mee. Nou, dat is 1,50. Samen, hè? Samen 1,50. Neem je er eentje, is 99 cent. Ja, dus dat is niet duur, vind ik. Maar wie ben ik? Zo, daar. En koffie is 2 nog wat. Heb ik deze altijd. Heb ik maar even één pot van meegenomen. Nou, ik wil zometeen spersieboontjes eten. Eet ik straks lekker op. Ik heb natuurlijk gebak meegenomen. En dat is 3 soorten fly. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou, dat zal wel, hè. En jullie dat zien, ja. Dat gaat de koelkast zometeen in. Pata.
Leverworst, zei ik. Nou, die moet ik vanavond snijden even. Dan heb ik dat gewoon al gedaan. Ik had, ik had van de week kaas gevonden. Helemaal nog in de originele verpakking en dicht. Dus ja, daar kan ik ook eentje van aansnijden. En wat denk je wat? Vind ik lekkere zoute haring. Oftewel, wij zeggen dan een zolte, hè, op z'n Fries. Maar sjippeltjes. Voor €2,69. En normaal zitten er altijd twee in die verpakking. Drie stuks. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Er zitten er drie in. Staat er ook op. Dus ja. Drie stuks. En dat voor €2,69. Normaal voor hetzelfde geld zit er twee in. Dan heb ik gerookte makreelfilet. Ook twee stuks. Voor €2,95. Dus ja, lekker. En dan heb ik deze. Andersom. Vind ik ook lekker. Nou, om af en toe dat eens te eten. Nou, had ik ook een tijd niet meer gehad. En uiteraard, dat zal Corina niet wezen. Het is vrijdag, dus waarom ook niet. Hè? Ja. Maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Juist. Ken je dat? En twee flessen van ginger. Ja, hoe zeg je dat? Ginger ale, weet ik veel. Maar daar heb ik er twee van. En dan is de tas leeg. Dus ja, dat dus. Waarom ging je nou weer er vanaf? Het was dan net zo leuk. Ja. Waarom doe je dat nou? Malle meisje. Kandel die zit te mekkeren achter de deur, maar die blijft daar nog maar. Want ik moet eerst straks met een meisje zetten als ik mijn koffie op heb. Ja. Dus dat gaan we straks wel doen. Ja, die twee flessen. Dus dat gaan we straks gewoon doen. En komt allemaal goed. En dan hebben we de avond nog voor ons. Ja, het is nu 17:52. Dus als ik koffie op heb en mijn bounty op heb, dan ga ik er vandoor met mijn meisjes. En in die tussentijd kan ik de boel even opruimen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. Smakelijk eten. Bon appetit. En tot later. Ja, lieve vrienden, het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Oftewel, een tijd om te beginnen met een vlog en ook een tijd om te eindigen. Voor vandaag, het is alweer een volgende dag en ik moet nog slapen. Ja, het is al zaterdag, maar dat maakt de pret niet boeien. Nee, we gaan gewoon lekker naar bedje toe. Want het is, ik zal even mijn telefoon pakken. Daar heb je juist tijd. Het is 3:12 in de nacht van zaterdag. Ja, van vrijdag op zaterdag. Ik heb een hoop gedaan vandaag, zoals jullie al licht weten. En wat de dag ons vandaag brengen gaat, dat is het enigste. Ik krijg visite. Die mensen willen niet op de vlog, dus daar hou ik rekening mee. En wat de dag verder ons gaat brengen, dat weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval een worst gesneden, ik heb kaas gesneden. En ik heb gebak in huis. Dus ja, het komt helemaal wel weer goed. En we gaan nou lekker slapen. Elwing is al boven. Kandalf is naar boven. Behalve onze kleine meid, Rijka. Die ligt er nog heerlijk. Hé, Rijka? Ja, nou... Ja, zeg me ja. Dus ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en uiteraard morgen gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.